De Raadscommissie van Noordoostpolder werd gisteravond in het gemeentehuis bijgepraat over de centrumplannen voor Emmeloord. Zo werd duidelijk dat het horecapaviljoen op de deel in maart de deuren denkt te openen. Ook wil woningcorporatie Mercatus 60 huurwoningen bouwen op de paardenmarkt. De plannen voor bebouwing van het parkeerterrein naast de huidige Jumbo Supermarkt zijn bijgesteld. Bebouwing gaat niet door omdat projectontwikkelaars en ondernemers in de buurt dit Jumboplein willen vrijhouden vanwege de komst van een nieuwe jumbo vlak naast het plein. PvdA, SGP en SP hadden er moeite mee dat projecten die eerder in het centrumplan zijn afgesproken, nu toch niet lijken door te gaan. Tobias van Dijk van de SGP en daarna Chitske Hoekstra van de SP. Als je kijkt, we hebben een plaatje, scenario 3. Dan hebben we gekozen er allerlei elementen in, en die zijn volgens de deelprojecten ontwikkeld. Maar een deel van dit deelproject gaat helemaal niet door. Of lijkt niet door te gaan. Of wordt anders uitgevoerd. Maar ik kan het niet meer volgen. Dus je kunt niet zeggen we doen gewoon iets niet. Er moet een afweging bij zijn die in het integraal klopt. En ik probeer het te volgen waarom bepaalde dingen anders worden gedaan of niet worden uitgevoerd. Dat wil niet zeggen dat ik het er niet mee eens ben. Dat zeg ik helemaal niet. Alleen, het is onze verantwoordelijkheid om het programma goed te volgen. Om aan te vullen, het is meer dan een feitenrelaas. Van, wat doen we wel, wat doen we niet. Maar de beargumentatie te krijgen. Wat laten we, of wat doen we het anders dan dat we hadden voorgesteld of uitgegaan. Dus de gedachtegang die daarachter zit. Als ik nu hoor, er is geen draagvlak en er zijn een aantal argumenten. Dan denk ik, nou oké, okay, dan weet ik dat. Maar als je alleen maar krijgt, ergens, dat wordt niet bebouwd. Ja, dat roept alleen maar heel veel vragen op. Johan Goos van het CDA maakte er niet zo'n punt van dat het plan voor het Jumboplein of andere plannen anders uitpakken. Uh, toen wij die plaatjes hebben gezien en toen wij ook weer naar het stadscafé uh, zijn gegaan, daar is ook altijd hè, dat dat kaartje, dat dat niet het kaartje was wat het definitief zou worden. Met andere woorden, dat heb je altijd met dit soort complexe grote projecten. Hier een gedeelte zal gerealiseerd worden en een gedeelte zal anders worden. Dat een plan moet worden aangepast is iets waarmee ook het college van BMW worstelt. En dan vooral wanneer de gemeenteraad hierover moet worden ingelicht. In het voorbeeld van het Jumboplein was dat een keuze tegen het een en voor het ander. Wethouder Wimmer Haagsma. Op een gegeven moment zie je dat er in de omgeving van het Jumboplein een grotere ontwikkeling dan het bebouwen van het Jumboplein eh, op gang komt. In gesprekken... Om zo'n ontwikkeling verder te brengen blijkt dat de draagvlak voor het bebouwen van het Jumboplein en ook uh, de, de, laten we maar zeggen, de markt voor het bebouwen van het Jumboplein uh, niet opweegt tegen die grotere ontwikkeling in de omgeving van het Jumboplein. Als je dan eerst naar de raad toe gaat en zegt van is dat voor u bespreekbaar, kun je niet met de hand op je hart beloven dat die ontwikkeling naast het Jumboplein ook voor elkaar komt. De SGP begreep de uitleg van de wethouder. maar wil toch graag dat er eerder over veranderingen in de plannen wordt gecommuniceerd. Tobias van Dijk. Ik geef toe dat het best kritisch overgekomen en negatief. maar dat is niet de bedoeling. Hè? Ik wil je echt gewoon scherp hebben dat als er elementen wegvallen. of in ieder geval beeld ontstaat dat dingen weggevallen. of communicatie lijkt er zijn dat mensen denken dat er vallen dingen weg. dat je dan scherp op bent dat die communicatie erin belangrijk is. Communicatie richting de raad, maar ook richting de inwoners. Want het gaat vrij snel rond. Nou, dat gaan ze niet bebouwen, en daar komt niks. Dus dan 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 ga je tegen een soort negatieve publiciteit vechten en dat lijkt me niet handig.